Hey, hey, hey. Superleuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Danielle Leuvering podcast. Speciaal voor vrouwen die het maximale uit zichzelf, hun business en hun leven willen halen. Door te kiezen voor wat ze werkelijk willen. In deze podcast inspireer ik je hoe jij je volle potentie intuïtief naar boven haalt. Je passie ontdekt en leeft. Vol vertrouwen laat zien wat jij de wereld te geven hebt. Krachtige keuzes maakt. Doorbreekt wat je tegenhoudt. Om zo je zone of genius te omarmen. En jij de grootste groeisprong in je leven en business maakt. Let's do this! Hallo, hallo, hallo! Superleuk dat je weer luistert. En vandaag spreek ik deze podcast in vanuit de woonkamer. Ik zit nu, als gisteren zat ik aan dezelfde kant van het huis. Maar dan buiten met uitzicht op het prachtige park naast ons huis. En nu zit ik binnen, want het is nogal regenachtig vandaag. En zit ik in de erker en ik kijk uit over datzelfde park. En ik wil je heel graag verder meenemen in mijn reis als ondernemer. Ik heb gisteren een podcast opgenomen in de start van mijn coachbedrijf. En wat daarin zo belangrijk is geweest, hè, dat ik vooral een businesscoach heb aangehaakt die mij toen hielp stap voor stap in het opzetten van een coachbedrijf. Want ja, dat vraagt nog wel even wat anders. En dan bijvoorbeeld een eigen bedrijf als virtueel assistent te starten. Want ja, als VA of ZZP'er en je hebt een aantal vaste klanten, wat dat betreft wel heel anders. Want dan zit je vol en dan krijg je vaak via wel nieuwe klanten. Maar als je een coachbedrijf of een bedrijf als trainer of als adviseur start, dan heb je veel meer te maken met dat je meer nieuwe klanten steeds nodig hebt. En ja, ik had er al heel veel over geleerd. Maar ja, er is nogal een verschil tussen dingen leren en toepassen. Dus ik heb een business coach in de arm genomen. En we hebben samen een stappenplan opgesteld. En dat is dus wat ik ook altijd bij mijn klanten, onze klanten doe. Is samen heel helder maken van, goh, ja, waar wil je naartoe? Waar sta je nu? En wat is er voor nodig om je doelen te bereiken? Dus ik heb toen ook met mijn business coach samen helder gemaakt van, oké, wat is het aanbod? Wat zit er dan ongeveer precies in? Wie is mijn doelgroep? En wat wordt mijn marketingstrategie? Nou, en ik denk, dat was eigenlijk een traject toen van een half jaar. En volgens mij ben ik uiteindelijk 9 maanden of zo mee bezig geweest. En ik heb dat bedrijf dus ook gestart naast een ander bedrijf wat ik al had draaien als virtueel assistent. En ik wilde graag mijn kennis en expertise die ik toen in huis had gaan doorleren aan anderen. Wat ik overigens nogmaals super spannend vond, want ja, mijn brein ging natuurlijk tekeer van kun je al genoeg, weet je al genoeg. En door die liefdevolle schop onder mijn kont van mijn business coach heb ik toch die stap gemaakt. En daar ben ik nog elke dag heel erg dankbaar voor. Wat nou zo goed heeft gewerkt voor mijn bedrijf als coach, om dat nieuwe op te zetten, was sowieso dat stappenplan. En dat is iets wat ik wel heel vaak hoor van klanten, maar ook potentiële klanten van, of mensen die mij volgen van, ik wil zo graag, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet waar ik moet beginnen. En nou ja, dat is dus heel belangrijk om dat in eerste instantie in kaart te brengen. Nou, dat begint dus bij je aanbod. Dat begint ook bij je doelgroep en dat begint bij je marketing. Want ja, je hebt een aanbod nodig om te verkopen. Je hebt een doelgroep nodig om aan te verkopen. En je hebt marketing nodig om in beeld te komen bij je potentiële doelgroep. Nou, dus ik heb dat in eerste instantie heel helder in kaart gebracht van oké, wie is dan mijn potentiële doelgroep? Dus ik ben in gesprek gegaan met een aantal personen die mogelijk misschien wel de interesse hadden om in een later stadium mijn product of dienst af te nemen. Dat wist ik niet zeker, maar ik dacht ik wil gewoon mensen spreken. En dat is ook wat ik heel erg heb geleerd van goh, ga onderzoeken in de markt van wat daar speelt. Dus ik heb letterlijk dat aangegrepen. En ik ben letterlijk met een aantal mensen in gesprek gegaan. En
die wijsheid die daaruit kwam, die antwoorden die daaruit kwamen, die heb ik juist weer gebruikt om mijn marketing op te tuigen. Dus daarom sta ik nog steeds voor het heel helder krijgen van je doelgroep. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat is wel best wel een uitdaging. Want zelf zit je zo dicht op het vuur dat je het vaak zelf niet ziet. En dan kan het heel goed helpen om anderen te gebruiken om dat nog helderder te maken. Even zijstapje. Ik had gisteren een hele mooie coachsessie met iemand die echt een heel mooi bedrijf op aan het zetten is. En echt heel veel bagage heeft om mensen te helpen. Ook al voelt ze zich onzeker, want ze vindt het alsnog spannend. Van kan ik het wel? Wie zit er op mij te wachten? Etcetera. En zij heeft in het verleden al eerdere pogingen gedaan. Maar haar bedrijf is nog niet zo goed van de grond gekomen. De potentie is veel groter. En op een gegeven moment vroeg zij van, goh, zou jij eens naar mijn website willen kijken? Nog voordat wij een begeleidingstraject aangingen. En toen heb ik gezegd, ja, dat is goed. Dat wil ik wel doen. Maar weet je zeker dat je mijn feedback wil? Want ik ben wel heel eerlijk, recht door zee. En ik leg ook meteen de vinger op de zere plek van wat daar nou, waar het nou in zit dat er mogelijk nog niet stroomt bij je. En dat vind ik heel erg belangrijk, dat als ik dat ga vertellen, dat de ander dat ook echt wil horen. En dat is misschien ook wel wat ik inmiddels wel weet van Human Design. Ik ga er echt binnenkort een podcast over opnemen, want ik ben daar behoorlijk lyrisch over geraakt. Human Design heeft mij geleerd dat ik een projector ben. Een projectortype. En projectors zijn heel goed in het zien van het potentieel van de ander. En die kunnen dus heel scherp zien waar je staat, waar je heen wil en wat er nodig is om die volgende stappen te zetten. Alleen is het zo dat dat nogal soms hard binnen kan komen bij de ander, omdat als je dat dus ongevraagd doet, dat niet iedereen daarop zit te wachten. Vandaar dat ik dus ook wel heb geleerd om soms dit soort dingen eerst voor te leggen, voordat ik überhaupt mijn energie ergens in ga steken en heel veel waarde wil delen, maar het wordt niet aan de andere kant gehoord of men wil het niet horen. Dus, nou, dat heb ik gevraagd, want ik wist dat dat misschien voor haar wel confronterend kon zijn, omdat ze natuurlijk ontzettend haar best had gedaan om dat op te zetten. En ze is daar toch al best wel lang mee bezig. Maar ze zei ja. Ze zei ja, Danielle, alsjeblieft, kijk daarnaar, want ik wil nu echt dat het gaat stromen. En dus nu hebben we inmiddels 2 sessies samen gehad, waarbij we dus door 2 pagina's van de website heen zijn gegaan. En waarbij ik aan heb gegeven van, weet je, dit gaat al goed. Het is echt niet zo verkeerd, maar je mist de vertaling naar de doelgroep. Dus laten we het gaan fine-tunen. Nou, dat hebben we nu met 2 pagina's gedaan. En daar zijn we nog mee bezig om de rest te doen. Want de reden dat mensen dan niet bij je aanhaken, ook al is die tekst zo nog vanuit eigenheid geschreven en heel authentiek. En wat ook echt wel belangrijk is, dat het echt van jou is. Maar het moet wel raakvlakken hebben met de doelgroep. Dus daarom heb ik haar eerst ook in kaart laten brengen met verschillende stappen van wie is dan je doelgroep? Zodat ik daarna met haar samen haar website kon doornemen. Dus daar zijn we nu goed mee op weg. Dus dat is heel erg mooi. En daarom, dat is ook echt waar ik voor sta, voor de basis van je succes van je bedrijf. Maak je doelgroep helder. Voor verschillende ondernemers is dat, voor elke ondernemer is dat verschillend. Dus de ene ondernemer moet dat veel helderder krijgen dan de andere ondernemer. Bijvoorbeeld als iemand een bedrijf heeft als virtueel assistent, dan is het wat algemener hebben van de doelgroep wel wat, op zich kan dat wel prima zijn. Soms zitten ze daarin mis en dan werkt het ook niet. Maar als je zeker een bedrijf hebt als coach, trainer of adviseur, is het zo belangrijk om
je doelgroep zo helder te hebben. Omdat als je dat dus niet helder hebt, dan slaat je hele marketingcommunicatie niet aan. Dus dat is wat ik ook bij mijn coachbedrijf heb gedaan. Ik heb mijn doelgroep helder gemaakt. Ik heb dat meegenomen in de marketing. En uiteraard heb ik mijn aanbod bepaald. En het is zo belangrijk als je je aanbod gaat bepalen voor jouw bedrijf, dat jij daar zo blij van wordt, dat je daar anderen mee mag helpen. Dat ten eerste. Het moet zo goed voelen voor jou, echt diep vanuit je hart komen van wauw, ik mag hier gewoon mensen mee helpen en daar word ik gewoon voor betaald. Hoe gaaf is dat? Het voelt niet als werken, omdat het zo je passie is en dat je het zo graag wil. Dat is heel erg belangrijk. Aan de andere kant is het natuurlijk ook belangrijk dat jouw aanbod aansluit bij de wensen, de behoeftes van je doelgroep. Dus, maar het begint wel eerst bij jezelf, want als je iets gaat doen waar je geen energie van krijgt, dan gaat het hoe dan ook niet stromen. Als we het hebben over manifesteren, hè, waar ik ook voor sta van hoe manifesteer je nou iets succesvol, dat doe je vanuit alignment, dat doe je vanuit de juiste energie. Want alles is energie. En nou, misschien heb je daar wel eens ooit van gehoord. Ik geef er ook regelmatig een webinar over en ik dat ook uitleg hoe dat precies werkt. En alles is afgestemd op frequenties, op bepaalde golflengtes, zeg maar. En als jij op een hele andere golflengte iets gaat doen dan dat je werkelijk diep van binnen vanuit je hart heel graag wil, dan heb je een mismatch, dan heb je een discommunicatie. Dan is dat niet in alignment, dan gaat dat niet stromen. He, iets wordt pas succesvol als dat echt klopt voor jou. En daarom sta ik er ook voor dat het zo belangrijk is dat je echt gaat ondernemen vanuit wie ben je werkelijk, wat wil je werkelijk. En dat is ook iets waarin ik, wat ik bij mezelf heb gezien, wat ik bij klanten zie, dat zelfs nog wel eens een uitdaging is. Of heel vaak een uitdaging is van, ja, wat wil jij nou echt? Want we zijn zo geconditioneerd geraakt in ons leven door onze omgeving, dat we ons hebben afgesloten voor een gevoelsdeel van ons, van, ja, wat wil ik nou werkelijk? En zijn we dingen gaan doen door de wereld om ons heen, omdat het van ons verwacht wordt, of omdat het beter is, of omdat we dan juist iets presteren, of omdat we dan juist van waarde zijn, of omdat anderen vinden dat het verstandig is. Nou ja, door alles wat je meemaakt in het leven, word je gevormd. En je draagt altijd een bepaalde mate van conditionering met je mee. En ja, dat fascineert mij ook zo in het ondernemerschap. De ondernemerskills heel goed beheersen, maar ook mindset en alles daar rondomheen. Daar verdiep ik mij dus ook enorm in, omdat ja, succesvol ondernemen is een spel van uit wie je werkelijk bent en mindset en ondernemerskills toepassen. Dus dat is wel echt wel mijn zone of genius, die combinatie. En even kijken, waar was ik gebleven met mijn verhaal, is dat als jij dus iets heel graag wil en het stroomt voor jou, dan gaat het ook stromen bij de ander. Dus we zijn vaak geconditioneerd geraakt en daardoor maken we vaak nu keuzes vanuit oké, ja, maar dat zal wel beter zijn, verstandiger zijn, of ik heb het zo geleerd. Dat heb ik ook gehad. Ik heb heel veel geleerd over het ondernemerschap. Ik heb echt binnen en buitenland overal trainingen gevolgd. Heel veel ondernemerskills geleerd en ook geleerd van hoe dat dan iets moet. Maar ja, vervolgens kom ik er nu achter dat het zo belangrijk is, en dat wist ik al, maar ja, er is een verschil tussen weten en doen, dat het zo belangrijk is dat het echt diep vanuit je hart komt. En die lessen heb ik eerder al geleerd in 2021. Ik heb er ook een podcast over opgenomen, over mijn verhaal, een van de eerste podcasts. En ja, daaruit bleek ook wel echt uit mijn zelfonderzoek dat het zo belangrijk is om de dingen te doen die jij diep van binnen wil. Maar goed, nogmaals, het lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Omdat we zo snel gaan doen wat beter is, wat verstandiger is, wat anderen vinden of denken. Dus dat geldt ook voor je aanbod. Dat aanbod, daar moet jouw hart van in de fik vliegen.
En dat moet ook het hart van jouw doelgroep raken. Om daar een, ja, om te komen tot de, hoe heet dat nou toch? Ja, het middelpunt tussen jou, je doelgroep, wat je al kan, wat jij wil, wat je passie is, wat je talenten zijn en wat je doelgroep wil. En dan heb je het middelpunt daarvan, dat er zijn drie cirkeltjes die je dan kan tekenen en die vallen alle drie in elkaar. Van je doelgroep, je passie, je talenten en wat je werkelijk wil. En waar die drie elkaar kruisen, dan heb je dat middelpunt. Ik kom even niet op de naam. Maar goed, kom er nog wel op een andere keer op terug. Maakt ook niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat het middelpunt is. Daarin een schot in de roos. En dan ligt de wereld voor je open. Dus volg je hart. Wat is belangrijk voor jou? En ook vanuit je marketing. He, een marketingstrategie opzetten. Ik sta ervoor. Ik zweer erbij. Iedere ondernemer die succesvol wil zijn, heeft een manier nodig. Een manier die voor haar werkt om klanten te krijgen. En dat is waar ik heel vaak heb gezien dat het dus misging. Omdat heel veel ondernemers gewoon geen vaste, goede marketingstrategie hebben. En je kunt op allerlei manieren kun je klanten werven. Ik ben zelf begonnen met advertenties voor een klein bedrag per maand. En dat kwam omdat mijn klanten echt niet om de hoek zaten hier. Dus ik moest wel. Het was gewoon heel lastig om dan mensen te bereiken. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik ben begonnen met €5 per dag, €500 per maand. En daarmee draaide ik al heel snel winst. Nou ja, en als je dus €1 erin stopt en je krijgt er, weet ik veel, €10 uit, dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, oké, we gaan meer adverteren. Dus dat ben ik gaan doen en dat heeft me heel veel windeieren gelegd. Natuurlijk een duidelijke website, zichtbaar zijn op social media. Nou, en dat heb ik ook heel vaak gedaan op een manier die me allemaal geleerd was. En later ben ik dat wel gaan veranderen in, hoe wil ik echt zichtbaar zijn? Hoe wil ik mijn marketing doen? Wat past bij mij? Waar word ik blij van? En een ander is heel succesvol door een heel fijn netwerk wat ze heeft. Hè, waar continu klanten uitkomen. Dat kan ook heel goed voor je werken. Of je kunt ook een community starten. En vanuit community klanten naar je toe trekken. Je kunt gaan podcasten om vanuit je podcast mensen te inspireren en naar je toe te trekken. Dat vind ik trekken eigenlijk niet zo'n mooi woord, maar dat mensen naar je toe komen, hè, op die manier. En je kunt een boek schrijven, je kunt gaan spreken, je kunt zichtbaar zijn op social media en via social media heel veel mensen inspireren dat die naar jou toe komen. Dus er zijn zoveel verschillende manieren om te zorgen dat je klanten krijgt. Maar wat het allerbelangrijkste is, dat het goed voelt voor jou. Want dan alleen gaat het stromen. Dan alleen gaat het voor je werken. En dan heb ik het over mindset, dan heb ik het over manifesteren. En daarnaast een stuk, het stuk leren van ondernemersvaardigheden ook belangrijk. Want er zijn genoeg mensen die gaan. Ik hoef nou ook binnen, want het regent buiten. Daarom zat ik dus binnen. Hij was buiten. Hij was net uit geweest. Had een vrouw. En die wil alleen nu. Dag. Hey, Zeggy. Ja. Wij hebben een Australian Shepherd. Een Australische herder van 1. En het is zo knap. En het is zo'n liefde. We hebben 7 jaar geen hond gehad en daarvoor wel. En nu is hij er weer. Maar dan is hij er weer. Nu is hij er. En hij is er heel graag bij. Ja, ga maar even ergens zitten. Hè? Nou, dus dat is wel echt wat ik heel erg heb ontdekt. Wat zo belangrijk is. Dat, ja, toen ik al die jaren training en coaching heb gehad en echt voor €100.000 in mezelf heb geïnvesteerd in coaching, begeleiding, training, heb ik heel veel geleerd. Ik leerde overal stukjes van het ondernemerschap en wat ik heel erg miste was ook het complete plaatje.
Dus ja, ik kon het geheel niet goed zien. Nou, dat heb ik uiteindelijk vormgegeven in een programma. Een programma wat ik heb voor coaches, trainers en adviseurs, waarin ik alles wat belangrijk is om alle ondernemerskills te leren, dat ik het daar heb samengevoegd. En dat ik ze daardoor leer van, hey, zo wil je nou succesvol worden en het complete plaatje begrijpen en echt een succesvolle business opzetten, dan heb je dit nodig. En dit is het overzicht. Nou, dus dat heeft mijzelf ook heel erg goed geholpen in het opzetten van mijn bedrijf en ook overzicht te krijgen van wat is nou echt werkelijk belangrijk. Maar ik heb dus toen 3 succesvolle bedrijven opgezet en de 4e die ik toen van de grond wilde krijgen, daar is het niet gelukt. Nou, dat vertel ik ook in mijn verhaal, in het begin van de podcastserie deel ik mijn verhaal. En toen ben ik een jaar lang in mezelf gekeerd van hoe kan het nou dat het niet is gelukt? Want ik wilde dat antwoord weten. Hoe kan het dan dat ik wel 3 succesvolle bedrijven heb opgezet en dat die 4e niet is gelukt? Nou, dat antwoord heb ik gekregen. Want ik ben in mezelf gekeerd en er zijn verschillende redenen geweest die cruciaal daarin zijn. En op stip nummer 1 is echt je hart volgen. Doe wat goed voelt voor jou. Doe wat bij je past. Doe wat voor jou werkt. Doe waar je blij van wordt. Waar je hart van in de fik vliegt. Nee, schat. Maar niet met het varkentje spelen. Nou, die maakt heel veel herrie. Mooi zitten. En lekker gaan liggen. Als jij gaat chillen, dan kan ik gewoon even mijn podcast afmaken. Ja. Dat is allereerst heel erg belangrijk. Tweede, waarom de 4e bedrijf niet is gelukt, is omdat ik een mismatch had met mijn doelgroep. Dus ik was niet duidelijk in mijn communicatie. Vandaar dat ik er dus ook bij mijn klanten zo op hamer hoe belangrijk dat is. En de derde, wat mij heel erg heeft geholpen, is mezelf leren kennen door Human Design. Human Design, als je het nog niet weet, is een populaire tool die jou helpt om zelfinzicht en zelfkennis te vergaren. En daar kwam ik erachter wat nou voor mij goed werkt om dingen succesvol neer te zetten. En die combinatie is goud geweest. En daarna heb ik dus mijn 4e bedrijf opnieuw opgezet. En toen is het wel succesvol van de grond gekomen. Dus ja, weet je, als er dingen misgaan in het ondernemerschap, ga het dan altijd zien als, wauw, wat kan ik hiervan leren? Wat brengt het mij? Waar kan ik wijsheid uithalen? Waar zitten lessen in? In plaats van dat je met je ziel onder je arm gaat lopen en denkt dat je er niks van bakt en denkt, ik stop er maar mee. Want dat is bullshit. Succesvol ondernemen is 1 keer meer opstaan dan dat je valt. En dat is echt zo. En ik spreek uit ervaring. Dus dat wil niet zeggen dat je er geen emoties bij mag hebben. Tuurlijk, emoties horen er ook bij. Maar wel, ga altijd op zoek naar, ik zeg wel eens, de cadeautjes in de stront. Dus de shit die je hebt ooit. Als je het lastig vindt, als je het moeilijk vindt, als je onzeker bent, als je twijfelt. Er zitten altijd cadeautjes in. Wat zijn die cadeautjes? En ik ga dan ook altijd op zoek daarnaar. Dus dat is voor mij heel belangrijk geweest in het opzetten van mijn coachbedrijven en daarna, de dingen die ik daarna nog heb gedaan. Dus wat ik jou wil meegeven is, allereerst blijf dicht bij jezelf. Ontdek wie ben je, waar word je blij van, waar ligt je passie, waar ligt je hart, waar wil je anderen zo graag bij helpen. En waar word je blij van, waar ga je joy ervaren. Wat past bij jou? Want naast de ondernemerskills die iedereen kan leren, ik geloof dat iedereen ondernemer kan worden, is het ook belangrijk dat je jezelf gaat leren kennen. Wie ben jij? En waar sta jij voor? En wat wil jij zo graag? Ja, en ook ik heb dat moeten leren. Hè? Kijk, ik heb een jeugd gehad, en dat vertel ik ook in het begin van de podcastseries, mijn verhaal. Ik heb geen makkelijke jeugd gehad en door een psychisch instabiele moeder heb ik een enorm dikke vette muur om me heen gebouwd. Door
om mezelf te beschermen. Want dat zo werkt. Beschermingsmechanismen zorgen ervoor dat je beschermd wordt. En ik kon niet meer voelen. Er zeiden mensen tegen mij toen ik startte als online ondernemer. Ja, dan moet je voelen. En ik keek ze echt met grote ogen aan van, waar heb jij het over? Ik wist werkelijk niet wat voelen was. Ik kon niet eens voelen. Natuurlijk wel in beperkte mate. Hè, van dat ik verliefd ben geworden op mijn man. Het houden van mijn kinderen. Maar een bepaalde blokkade van voelen zat er absoluut op. Ook kiezen voor mezelf in, goh, waar heb ik zin in? Gewoon in mijn privéleven, voor mijn hobby of zo. In plaats van alles wegcijferen voor, mezelf wegcijferen voor alles en iedereen om me heen. Echt, waar heb jij nou zin in? Nou, dat was zo moeilijk om daar te komen. En dat heb ik wel geleerd. Hè? Ik heb mezelf ook persoonlijk ontzettend ontwikkeld. Ik heb een training gedaan om mijn intuïtie verder te ontwikkelen. Ik heb training op vlak van mindset gedaan. Manifestatietraining gedaan. Persoonlijke ontwikkelingstraining gedaan. Ik ben opgeleid tot systemisch coach. Omdat ik het opstellingenwerk zo krachtig vind. En daar kun je ook een enorme doorbraak in maken. In persoonlijke ontwikkeling. Nu start ik nog met een EMDR training. Human design opleiding volg ik. Om mijn klanten zo goed mogelijk te begrijpen en ze te adviseren. Wie ben je, wat past werkelijk bij je? Zodat ze zo snel mogelijk geluk ervaren, succes ervaren en gelukkig door het leven gaan. Dus ik blijf wat dat betreft altijd ontwikkelen. En die twee combinaties zijn zo belangrijk. Succesvol worden is een game aan de buitenkant van ondernemerskills en aan de binnenkant is een inner game. Ja. Dus, zo is het voor mij gegaan. Ik ben dus met mijn coachbedrijf zo gestart. Ik ben toen ik startte, weet ik nog, in juni 2017 ben ik bij een eerste groep deelnemers gestart. En ik ben dus meteen met groepen gestart. Maar je kunt dus ook heel goed met één-op-één begeleiding starten, wat ook perfect werkt. En later bijvoorbeeld in groepen. Ik ben toen ook mijn kennis online gaan zetten, omdat ik zoiets had van, ja, weet je, dat is heel praktisch voor iedereen. Je hebt zoveel manieren van mensen helpen. Ik ben later nog mensen ook individueel als VIP-klant gaan helpen. Online dan, live, in groepen, één op één. Je hebt zoveel manieren om mensen te helpen. En ja, dat is gewoon heel erg tof en dat heeft me zoveel voldoening en waardering gegeven. En dat is wat ik je ook gun. Dat jij opstaat en denkt en voelt. En echt een gevoel dat naar boven komt van, wauw, hier mag ik gewoon met mijn gaven, met mijn passie, met mijn talenten of misschien nog wel verborgen talenten die ik nog wil ontwikkelen, mag ik mensen helpen. En je bent nooit uitgegroeid. Je kunt altijd weer een stap verder. Dus zeker voor degenen die aan het begin staan en die denken, oh, maar kan ik dit wel? Ja, dat kun je. Want je moet het gewoon gaan doen. En pas als je het gaat doen, dan word je steeds beter. Niet door het uit te stellen. Uitstel is afstel. Dus, en daarmee wil ik afsluiten met deze podcast. Ik hoop dat ik je enorm heb geïnspireerd om nog meer te gaan geloven in jezelf, in wat je allemaal in je hebt en dat jij daarmee in staat bent om een prachtig bedrijf te bouwen. En ik zou zeggen, als je wil, dan vind ik het heel tof als je deze podcast show beoordeelt om te laten weten wat het met je doet. Dat doe je door naar mijn podcast te gaan. En dan kun je dat beoordelen met die sterretjes. Dat zou ik heel erg tof vinden. En als je nog iets wilt delen naar aanleiding van deze podcast, mag je me altijd een mailtje sturen of een berichtje via social media, Instagram, LinkedIn of Facebook. En ik vind het superleuk om van je te horen. Ik wens je een hele mooie voortzetting van vandaag toe en tot de volgende keer. Doei doei! Superleuk dat je deze aflevering hebt beluisterd. Voor wie vind jij deze aflevering nog meer inspirerend? Deel het dan met die persoon. Beoordeel deze show, zodat we nog meer mensen hiermee bereiken.
Wil je ook graag geholpen worden met het zetten van de volgende stap in je leven en in je business? Vraag dan een gesprek met ons aan via onze website. Zijn er nog meer onderwerpen waar je meer over wil weten? Laat het ons dan weten. Wil je meer over mij zien? Volg me dan op een van mijn social media kanalen, @DanielleLeuvering. Genoeg mogelijkheden om jou te helpen je volle potentie naar boven te halen en dat volledig te gaan leven. Hey, heel graag tot de volgende keer!